Dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen snel, die helpt. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft. Hallo, 6 VWO Wiskunde B. Welkom bij Wiskunde met meneer Snel. Jullie hebben het examen gemaakt, 2013, tijdvak 1. En het lijkt me leuk om daar samen even naar te kijken. Hier is die. 17 vragen, 73 punten, formulebad, bla bla bla. En dan beginnen we met vraag 1. Ingesloten gebied. Gegeven is de functie fx is x tot de derde min 6x plus 3x plus 13. B is het buigpunt. L raakt f in B. Het gebied V wordt ingesloten door de grafiek van de afgeleide van f en de lijn L. De situatie is weergegeven in de ontstaande figuur. Jongen. Oké. En dan zeggen ze bereken de oppervlakte van V exact. Oké, nou dat kunnen wij. Laten we hem eerst eventjes in de grafische rekenmachine zetten. Zodat we onze berekeningen kunnen controleren. Dan weten we straks zeker dat we het goede antwoord hebben. Zo, dus x tot de derde min 6x kwadraat plus 3x plus 13. Oké, dan zal die wel niet mooi in het beeld passen nu. Nou, dat kan erger. Laten we de i-max gewoon eventjes wat hoger zetten. Zo, 20. Oké, dus schrijf ook even netjes op. Fx is x tot de derde min 6x kwadraat plus 3x plus 13. Oké, nou, f accent x, de afgeleide, is dan 3x kwadraat min 12x plus 3. En die zetten we er ook even in. Want die is immers een ding wat het gebied begrenst. Dus het is leuk om even naar te kijken. 3x kwadraat min 12x plus 3. Oké. Dat is deze. En dan moeten we het buigpunt zoeken. Nou, het buigpunt dat heb je als de tweede afgeleide gelijk is van 0. Dus de tweede afgeleide is de afgeleide van de afgeleide. Dus 6x min 12. En we willen dat dat 0 is. Nou. Dat is zo als 6x is gelijk aan 12, ofwel als x is 2. Dus klopt dat, als ik x is 2 ga doen, zit ik in het buigpunt. Ja, ziet er goed uit. Oké, nou, wat is dan de formule van die buigraaklijn? Die kan de rekenmachine bepalen. Dat is min 9x plus 21, maar we willen het natuurlijk ook even zelf bepalen. Dus we gaan in die f. Gaan we die 2 invullen, dan weten we de i die we moeten hebben. Dus 2 tot de derde min 6 keer 2 kwadraat plus 3 keer 2 plus 13. Nou kunnen we dat. 2 tot de derde is 8. Min 24 is min 16. En dan plus 6 is min 10. Plus 13 is 3. Klopt dat? Even kijken. Trace met 3. En met 2 bedoel ik. Er komt 3 uit. Ja, is goed. Oké, en die afgeleide met 2 ingevuld, dat is dus 3 keer 2 kwadraat min 12 keer 2 plus 3. Oké, nou, 2 kwadraat was 4, dus 3 keer 2 kwadraat is 12. Min 2 keer 12 is min 12, plus 3 is min 9. Nou, dat hadden we net ook, dus dat is mooi. En nou, als je nou zegt van, als je gebruik maakt van een transformatie, dan kan je in één keer de formule opschrijven van die lijn L. Namelijk, heb ik geleerd van mijn collega, meneer Teunissen. Je schrijft de richtingscoëfficiënt op, dan doe je x min de x-coördinaat waar je alles weet, min die 2. Plus de y-coördinaat die je eruit wil hebben. Waarom werkt dit? Nou, als je voor x 2 invult, staat hier 0. En dan is de uitkomst 3. Maar dat wil je. Als er 2 invult, moet er 3 uitkomen. Dus als je dit dan nog even mooi wil schrijven, werken de haakjes uit. Dan doe je min 9x plus 18 plus 3. En die 18 en 3 samen zijn dan die 21. Dat wisten we al. Oké, nou, die gaan we ook tekenen. Dus min 9x plus 21. En dan moet het gebied ingesloten hebben tussen de zwarte en de
rooien. Nou vind ik zelf, nou, ik zie het nog niet helemaal goed. Dus ik ga nog eventjes mijn IMAX nog wat groter maken. Misschien kunnen we dan dat gebied daadwerkelijk ook zien. Die hebben we niet meer nodig. Maar de buigraaklijn, oh ja, die wordt nu getekend, toch? Ja, ah, kijk eens. Dus daar en daar snijden die dingen elkaar. Dus als je de integraal wil weten, de oppervlakte van dit gebied, dan moet je natuurlijk even die snijpunten berekenen. Dus nu gaan we zeggen van, nou, ik wil dat die afgeleide gelijk is aan die raaklijn. Oké, nou, de afgeleide was 3x kwadraat min 12x plus 3. Dus min 9x plus 21. En dan brengen we die 9x en die 2 maar even naar de andere kant. Dus dan staat er x kwadraat, of 3x kwadraat min, nou, min 12x plus 9x is min 3x. En, is 21, hè? En 3 min 21, dat was min 18. Oké. Nou, dit kun je allemaal door 3 delen. Dus dat is mooi. Dan hebben we de ABC-formule niet nodig. Dat scheelt weer. 6, hè? Ja, 6. Oké. Nu zoeken we 2 getallen die keer elkaar min 1 zijn. Of keer elkaar min 6 zijn en plus elkaar min 1. Nou, dat zijn natuurlijk min 3 en 2. Dat betekent dat de snijpunten van die dingen zitten bij x is 3 of x is min 2. Dus controle, als ik in de rode min 2 invul, zit ik op dat snijpunt. En als ik 3 invul, zit ik in het andere snijpunt. Nou, dat maakt mij blij. Oké, dan kunnen we nu daadwerkelijk de integraal gaan opschrijven die we willen. Dus je wil de integraal van min 2 tot 3 van de grote min de kleine. De grote, dat is degene die boven ligt. Dat is die raaklijn. Dus dat is die min 9x plus 21. En de kleine, dat is die parabool. Dus dat is die afgeleide. Hebben we die nog ergens staan? Hier 3x kwadraat min 12x plus 3. Oké, nou laten we dan eerst maar eventjes die haakjes uitwerken en de boel samen nemen. Dat kunnen we wel in één keer. Dus dan heb je een min 3x kwadraat. Dan heb je een min 9x plus 12x is een plus 3x. En dan heb je ook een 21 min 3, dat is die 18. Dus eigenlijk gewoon dit, maar dan met een minteken. Zie je dat? Oké, niet helemaal een verrassing. Nou, primitiveren. Dus rechter haken. En dan die min 3x kwadraat, dat wordt dan een min x tot de derde. Die 3x, dat wordt een anderhalf x kwadraat. En die 18 wordt gewoon een 18x. Zo. En dan moeten we invullen de grenzen 3 en min 2. Dus nou, eerst 3 invullen. Dan krijg je min 3 tot de derde plus anderhalf keer 3 kwadraat plus 18 keer 3. En dan min. En dan moet je datzelfde ding pakken waar die min 2 invullen. Dus dan krijg je min 2 tot de derde plus anderhalf keer min 2 in het kwadraat plus 18 keer min 2. En daar komt iets uit. Oké, nou laten we het nou gewoon intoetsen. Dus min 3 tot de derde plus anderhalf keer 3 kwadraat plus 18 keer 3 min tussen haakjes min 2 in het kwadraat. Ja, we weten natuurlijk ook wel dat dat min 4 is, maar oké, laat het maar door de rekenmachine doen. Plus anderhalf, tot de derde was het hier. Wacht even. Nee, dat maakt wel degelijk uit. Tot de derde, ja. En dan hier anderhalf keer tussen haakjes min 2 in het kwadraat. Nou, dat, die min 2 in het kwadraat is natuurlijk wel 4. Plus 18 keer min 2. Komt hier uit 62,5. Oké, maar is dat ook goed? Gelukkig hebben we die dingen in onze rekenmachine staan. Dus we kunnen deze integraal ook even numeriek laten uitrekenen. En kijken of er hetzelfde getalletje uitkomt. Dus we doen mat, fn int.
van min 2 tot 3 van de grote min de kleine. En de grote, dat was de i3, de vars ijvars function i3 min de vars ijvars function i2 met als integratievariabele x. Nou, hey, ook 62,5. Jee, dat is fijn. Oké, okay, nou, dan hebben we dan vast wel goed gedaan. Gaan we naar de volgende som. Raakcirkel aan hyperbol. Oké. Okay. Gegevens de hyperbol. I is de wortel van x plus 2. Voor p is groter dan 0 onderzoeken we de cirkel C die aan deze hyperbol raakt in de punten A en B. Coördinaten zijn gegeven, maar dat zijn gewoon de uitkomsten van die formule van de hyperbol eigenlijk. Met p ingevuld en min p. Het middelpunt van deze cirkel noemen we m. En straal r zien onderstaande figuur. In de figuur is p zo gekozen dat de bovenkant van de cirkel door het punt 0,17 wortel 2 gaat. Oké, waarom? Uit symmetrieoverweging volgt x kwadraat van m gelijk aan 0. Ja, anders raakt het nooit. De y-coördinaat van m worden berekend door op te merken dat am loodrecht staat op de raaklijn van de hyperbol in a. En vervolgens de formule op te stellen van de lijn door a en m. Oh, oké. Okay. Dus ze zeggen gewoon wat je moet doen. Dat valt er mee. Dus, je moet... laten we eerst die raaklijn maar even doen in A. Dus laten we zeggen L is raaklijn. Hier kan ik geen R meer van maken. Raaklijn in A. Nou, dan moet je natuurlijk de richtingscoëfficiënt weten. Dus die i-accent. En die functie zelf, dat was i is... Even kijken hoor. Nee, ik wou hier kijken. Wortel x plus 2. Oké. Okay. I is wortel x kwadraat plus 2. En i accent is dan... dus kreeg je gewoon 1 gedeeld door 2 keer de wortel. Hè. Dat was zoals je altijd de wortel differentieert. Maar vanwege de kettingregel moet je nog vermenigvuldigen met de afgeleide van wat erin zit. Dat is 2x. Die 2 vallen weg. Die x die is dan mooier als je die even bovenin de breuk schrijft. Dus dan... krijg je wortel x staat plus 2 onderin. Zonder die extra factor 2. Die was weggestreept. Oké, en dan moet je hier dus voor x p gaan invullen. Dan zeg je nou, maar kijk, ik ga voor x p invullen, want ik zit in punt a. Dus dan krijg je p gedeeld door de wortel van p kwadraat plus 2. Oké, dus dat is de richtingscoëfficiënt van de raaklijn. Dus lijn L ziet er nu als volgt uit. I is... p gedeeld door de wortel van p kwadraat plus 2 keer x plus b. Maar die raaklijn die boet ons verder niet. We willen alleen maar de richtingscoëfficiënt van de raaklijn weten. En we weten dat als we de richtingscoëfficiënt van de raaklijn vermenigvuldigen met de richtingscoëfficiënt van die straal, hè, van die AM, dat was loodrecht, dan komt er min 1 uit. Dus deze manier... kan je berekenen dat de richtingscoëfficiënt van AM gelijk is aan min wortel p kwadraat plus 2 gedeeld door p. Dus ja, nou, dus m is dan zeg maar loodrecht door a. Dus van lijn m weten we nu dat i is min de wortel van p kwadraat plus 2... gedeeld door p keer x plus die b. Oké, okay, nou, we weten dat we doen nu even, we gaan die b nu op de normale manier berekenen. Bij som 1 had ik een kunstje ervoor, nu doen we het eventjes gewoon. Kijk, die x die was p. En de uitkomst, die moest dan wortel p kwadraat plus 2 zijn. Dat was namelijk de y-coördinaat van a. Dus als je dat invult, dan valt die p weg tegen die p. Heb je hier een min wortel p kwadraat plus 2 en daar een plus wortel p kwadraat plus 2, breng je naar de andere kant. En je conclusie is dan dat b is 2 keer de wortel van p kwadraat plus 2. En dat is meteen ook de y-coördinaat van punt m. Ja, dat was het snijpunt met de y-as. Dus ja, leuk. Nou, en we hebben gelukkig hetzelfde antwoord als zij, dus dat is mooi. Oké, som 3. Wat is dan weer som 3? Toon aan dat de straal van de cirkel gelijk is aan de wortel van 2p kwadraat plus 2.
Oké, okay. Nou, staal van de cirkel. We weten die A en we weten die M. Dus die R kunnen we gewoon berekenen met Pythagoras. Dus laten we R kwadraat even uitrekenen. Dan hebben we nog even geen wortels. R kwadraat is... P kwadraat, hè, dat is het verschil van de x-coördinaat van M en A. Want A zit gewoon bij x is P. En voor die andere moet je dan het verschil van de y-coördinaten doen. Dus dan doen we gewoon die van M. Dat was de wortel van P kwadraat plus 2, was dan keer 2. Min de y-coördinaat van A, maar dat was gewoon de wortel van P kwadraat plus 2. Dit moet in het kwadraat. Nou, dit is het dubbele van dat. Als je dat van elkaar af had, heb je alleen maar die. Dus dan krijg je gewoon p kwadraat plus p kwadraat plus 2. En ja, p kwadraat plus p kwadraat is 2p kwadraat. Dus r is dan inderdaad de wortel van 2p kwadraat plus 2. Oké, okay. Nou, leuk. Dat is ook gelukt. Om te berekenen op welke waarde van p het bovenste deel van de cirkel op punt t gaat. Ah, daar was die punt t voor. Moet de volgende vergelijking worden opgelost. Bla bla bla. Oké, kunnen we dat begrijpen? Even kijken. 4, som 4. De vergelijking luidt 2 keer de wortel van p kwadraat plus 2. Plus de wortel van 2p kwadraat plus 2 is 17 keer de wortel van 2. Oké, nou. Dit is de y-coördinaat van t. Dit was de straal van de cirkel. En dit was de y-coördinaat van m. Dus ja, inderdaad, als je de y-coördinaat van m pakt en je telt de straal daarbij, dan kom je bovenin de cirkel uit. En als je wil dat dat door t gaat, dan moet dat gelijk dan 17 wortel 2. Oké, dan zeggen ze de wortels in deze vergelijking kunnen worden weggewerkt door te kwadrateren. De overgebleven wortel te isoleren en nogmaals te kwadrateren. Hierna kun je de vergelijking schrijven als bla bla bla. Toon aan dat je de vergelijking kan schrijven als bla bla bla. Oké, dus kwadrateren, isoleren en nog een keer kwadrateren, zeggen ze. Oké, nou gaan we kwadrateren, dat kunnen wij. Dan krijg je eerst die in het kwadraat. Dus dat is 4 keer p kwadraat plus 2. En dan krijgen we 2 keer die. Dus dat is ook 4 keer de wortel van p kwadraat plus 2 keer de wortel van 2p kwadraat plus 2. En dan moeten we die ook kwadrateren. Dat geeft gewoon 2p kwadraat plus 2. Die 17 wortel 2, even kijken hoor, 17 in het kwadraat, dat is 289, dat moet dan nog een keer 2, dus dan heb je 578. Goed, en nu zeggen ze de overgebleven wortel isoleren, dus laten we al deze zooi even naar de andere kant brengen, behalve die wortel. Dus, en de binnenkant van de wortel werken we ook eventjes uit. Dus dan krijg je een p kwadraat keer 2p kwadraat. Dat is 2p tot de vierde. Je krijgt een p kwadraat keer 2 en een 2 keer 2p kwadraat. Dat is een 6p kwadraat samen. En je krijgt nog een 2 keer 2, dat is 4. En aan de andere kant krijg je dan die 578, die hadden we daar al. En dan heb je hier 4 keer p kwadraat en 4 keer 2. Dus dit is 8 en dat is 2, dus dan moet er 10 van af. En dan heb je ook nog een 4p kwadraat en een 2p kwadraat, dus min 6p kwadraat. Dus dit wordt 568 min 6p kwadraat. Oké. Als je echt gaat isoleren, moet je misschien ook die 4 weghalen, maar dan krijg je breuken. En breuken wil ik graag, ik ga zoveel mogelijk uitstellen dat ik breuken krijg, dus die 4 blijft lekker hier staan. Dus we gaan kwadrateren. Die 4 wordt een 16. De binnenkant van die wortel, dat wordt gewoon 2p tot de vierde plus 6p kwadraat plus 4. En dan moeten we die 568 min 6p kwadraat ook kwadrateren. Dus eerst maar even de 568. Dat is 322.624. Dat is een veel te groot getal. Wiskundigen houden niet van grote getallen. Dan hebben we die 568 keer 6 en dan keer 2, hè, voor het dubbele product. Dat is min 6816 p kwadraat. En dan heb je ook nog de 6p kwadraat keer zichzelf. Dus dat is 36p tot de vierde. Oké. Laten we deze haakjes ook maar even uitwerken. Dus dit wordt 32p tot de vierde plus
96p kwadraat plus 64 is gelijk aan ja, die bagger, die had ik al uitgewerkt. Er verandert niks aan deze kant even. Oké, okay, nou dan stel ik voor dat we alles naar rechts brengen, want dan blijft mijn coëfficiënt van b tot de vierde positief. Dus dan krijg je 36p tot de vierde min 32p tot de vierde is 4p tot de vierde. Dan krijg je een min 8616 min die 96. Dus dat is dan min 6912 p kwadraat. En dan heb je ook nog die 64 die hiervan afgaat. Dan heb je de 322.624. En daar halen we dan de 64 van af. En dat is dan plus 322.560. Oké, nou, we moesten hier naartoe werken. Maar er staat hier niks voor de p tot de 4. Dus misschien kunnen we alles wel delen door 4. Gaan we proberen. Dus de 6912. Kunnen we dat delen door 4? Ja, oh, dat is 1728. Dat hebben zij ook. Dat is mooi. En die 322.560, kunnen we die ook delen door 4? Dat is 80.640. Oké. Okay. En dat moet dan 0 zijn. Nou, dat is gelukt. We hebben de formule afgeleid die zij hier ook hebben. Dus dat is fijn. En dan zeggen ze bij zo'n 5, bereken exact welke waarde van p het bovenste deel van de cirkel op in t gaat. Met andere woorden, los die vergelijking op. Ja. Oké, nou dit is een kwadratische vergelijking in p kwadraat. Dus die p tot de vierde die kan je schrijven als p kwadraat in het kwadraat min 1728 p kwadraat plus 80.640. Ja, en dan kan je zeggen u substitueren, u kwadraat min 728 u plus 80.640. Maar je kan ook gewoon meteen als antwoord schrijven p kwadraat is. Ik ga gewoon zeggen p kwadraat is. Eerst even de discriminant. Discriminant is b kwadraat, dus die 1728 in het kwadraat, min 4 maal a maal c. Oké, nou wat is dat nou weer? 728... in het kwadraat, min 4, nee, min. Min 4 keer 80.640. Is een of ander walgelijk getal. Even kijken of de wortel daarvan een beetje fatsoenlijk is. Ah, oké. Okay. 2.663.424, hè. En de wortel daarvan is gewoon 1632. Dus we kunnen opschrijven wat p kwadraat is. We zeggen nou, p kwadraat is min b. Dus dat is 1728. Minteken is weg. Plus of min de wortel van de discriminant. Maar dat is die 1632. Sorry. En dan delen we door 2. Dus nou, er komen twee antwoorden uit. Even kijken. Dus 1728. Min 1632 gedeeld door 2 is 48. Oké. En dezelfde berekening, maar dan met een plus. We moeten hem ook nog wel weer door 2 delen. Is 1680. Ja, dat kan. Dus twee mogelijkheden voor p kwadraat. Dan moeten we daar de wortel van trekken. Dus p is de wortel van 48, ofwel 48 was 16 keer 3, dus dat is 4 wortel 3. Of p is de wortel van 1680 en ja, weet ik veel, 1680. Dat kun je vast wel door 4 delen en dan heb je 420. Dat kun je nog een keer door 4 delen, 205. Dus dat is volgens mij 4 wortel 105. Oké, en merk op dat die negatieve waarden voor p, die interesseren ons niet. Hè? Want er was gezegd in de som dat p groter was dan 0. Dus die gaan we lekker niet opschrijven. Oké, maar nu hebben we dus twee antwoorden. En de vraag is welke doet het? Dus nou, dan gaan we even een kunstje doen. Die 4...
keer wortel 3, die slaan we even op in A. En dan gaan we het invullen in de oorspronkelijke vergelijking. Hè? Dus de 2 wortel P kwadraat plus 2. Dus 2, het is misschien beter als ik hem in P had gezet, maar het maakt ook niet uit. Dus 2a kwadraat plus 2 plus de wortel van 2a kwadraat plus 2. En is dat dan 17 wortel 2? Even kijken, 17 wortel 2 is dat. Ja, oké, dus die doet het. Dus deze voldoet. Ja, en waarom moesten we dat checken? Nou, als je vergelijkingen gaat oplossen met het kwadrateren en zo, kan je oplossingen introduceren die helemaal geen oplossing zijn. Dus we moeten kijken of deze het wel doet. Dus 4 wortel 105 zetten we nu in A. En dan kunnen we gewoon hier dezelfde berekening terughalen die we net deden met A. En dan zie je dat er geen 24,04 nog wat uitkomt. Deze voldoet niet. Waarschijnlijk gaat bij deze de onderkant van de cirkel door T in plaats van de bovenkant van de cirkel. Oké, omwentelingslichaam. Gegeven is de functie fx is ln x² plus 1. Het gebied wordt ingesloten door de grafiek van f, de y-as en de lijn y is 1. Noemen we v door v te wentelen om de y-as ontstaat lichaam w. Zie de ontstaande figuur, bereken exact de inhoud van w. Oké, wentelen om de y-as. Dus we hadden de vergelijking of de formule I is de ln van x kwadraat plus 1. Als je ging wentelen om de y-as moest je hem omschrijven naar x is. Hè? Dus dat gaan we doen. Dan doen we eerst aan beide kanten e tot de macht. Hè? Dat zou je kunnen zeggen. Dus e tot de macht I is x kwadraat plus 1. Dus x kwadraat is e tot de macht I. Min 1, maar dat ga ik even bovenaan voor doen hier. Want anders dan... Zo, dat is wel een mooie plek. Oké, dus we hadden gevonden x kwadraat is e tot de macht i min 1. En die min 1 die moet buiten de macht staan. Dus zo schrijf ik het goed op. Die worteltrekker dat hoeft niet, want uiteindelijk hebben we weer dat kwadraat nodig. Hè? Dus die inhoud van w... Dat was de integraal van 0 tot 1. Dat zijn de grenzen op de y-as. Hè? Van hier tot hier. Ze hebben die de grenzen hier gewoon gegeven. Dat valt wel weer mee. Keer pi natuurlijk. En dan hier x kwadraat di. Maar x kwadraat is e tot de macht i min 1. Dus hier staat pi keer de integraal van 0 tot 1. Van e tot de macht i min 1 di. Oké. Nou, e tot de macht i primitiveren geeft e tot de macht i. Min 1 primitiveren geeft min i. En de grenzen zijn 0 en 1. Dan gaan we eerst 1 invullen. Dan staat er e min 1. En dan min. En dan moeten we 0 invullen. En dan staat hier 1 min 0. Nou ja, als je dat uitrekent, krijg je pi keer e min 2. Oké, dan laten we het even controleren. De rekenmachine kan geen kwaad. Kijken of ze ook uitkomen op 1 min 2. Dan weten we of we het goed hebben gedaan. Dus de integraal van 0 tot 1 van die pi vergeten we. Ik ga gewoon kijken of er 1 min 2 uitkomt. Van e tot de macht i. Dat laten we even met x doen. Toets makkelijker in. Min 1 dx. Oké, is dit e min 2? Volgens mij wel. Het ziet er bekend uit. Ja, dat is 1 min 2. Oké, goed gedaan. Nou, dat was een korte som. Redelijk recht toe recht aan. Dat was een keer leuk op zo'n examen. Oké, stelling met vectoren. Gegeven zijn de punten A, A,0 en B, B, C. Neem aan dat B tussen 0 en A ligt. En C groter is dan 0. Dan heb je een vierkant. Dan heb je een driehoek. En dan zet je vierkanten op. En dan ontstaan er nieuwe punten en die noemen ze C tot en met H. Het is maar goed dat er een tekening bij staat. En dan maken ze die dingen ook nog eens aan elkaar vast. Met D, E, F, G en C, H. Zie de onderstaande figuur. Oké. Dus dit hier is de driehoek. Er zitten vierkanten opgetekend. En die vierkanten die zitten aan elkaar vastgemaakt met lijntjes. Nou, oké. Dan zeggen ze...
het plaatje erbij. Vector A is A op zij 0 omhoog. Dat, ja, okay. B is B op zij C omhoog. Dat klopt. En AB, dat is van daar naar daar. Dat breek je met B min A. Dus die min die. Dan kom je inderdaad uit op B min A boven en C onder. Dan zeggen ze, GF kan als volgt berekend worden. Dus even kijken of we dat kunnen begrijpen. GF is, dit is GF. Ietsje kleiner maken, dat we het kunnen zien. Oké, GF is GB plus BF. Hoezo? Ja, kijk, GF betekent ik ga van G naar F. En als je nou eerst van G naar B gaat en dan van B naar F, dan ga je ook van G naar F. Dus dat werkt. Maar GB is eigenlijk gewoon een naar rechts gedraaide versie van deze vector B. Zie je dat? Dit is vector B. Als ik hier naar rechts draai, dan krijg ik eigenlijk deze vector. En dat is ook GB. Dus dat klopt. En BF, dat is dan eigenlijk hetzelfde als AE. En dat is de vector AB ook naar rechts gedraaid. Nou, dat staat hier. Hè? Dus B naar rechts gedraaid, dus AB naar rechts gedraaid. En dan rekenen ze het uit. Want als je iets naar rechts draait, moet je de dingetjes switchen, de kentallen, en onderin de min kleuren. En ja, hier ook, en dan tellen ze dat op. Dus GF hebben ze nu een cadeau gedaan aan ons. Dat is heel lief van ze. Oké, even kijken. Dan zeggen ze, bewijs dat 3 keer absolute waardestrepen in het kwadraat van de vector, dat het gelijk is aan iets. Oké, nou, wat was ook alweer absolute waarde van een vector en het kwadraat? Nou, dat was gewoon de lengte, toch? Dus vector A, de lengte van vector A in het kwadraat, dat is gewoon, ja, vector A was gewoon A0, dus dat is A kwadraat. En de lengte van vector B in het kwadraat, dat is met Pythagoras, dat is B kwadraat plus C kwadraat. En de lengte van die vector AB in het kwadraat, dat is iets meer werk, want was het ook weer AB? B min AC, dus dan krijg je hier B min A in het kwadraat plus C in het kwadraat. Dus nou, dan krijg je dus gewoon A kwadraat plus B kwadraat. Dus C kwadraat is die dingen even samen, heb je hier nog het dubbele product, min 2AB. En als je dit allemaal samen neemt, dus je doet die plus die plus die, dat moet je uitrekenen, dat is, er moet ook nog een keer 3 trouwens, dan krijg je dus 3 keer 2A kwadraat, want je hebt hier een A kwadraat en daar een A kwadraat, en je hebt ook een 2B kwadraat, je hebt ook een 2C kwadraat, op dezelfde manier, en dan heb je ook nog een min 2 AB. Dus als je dit keer 3 doet, krijg je dus 6a kwadraat plus 6b kwadraat plus 6c kwadraat min 6ab. Nou, dat is leuk. Dat is de linkerkant van deze, van ditgene ding wat we moeten bewijzen, van deze identiteit. Dus nu moeten we dit ook gaan berekenen, maar we weten die DE en die CH nog niet. Dus we gaan eerst DE en CH bepalen. Oké, nou, daarvoor moeten we nog even kijken naar het plaatje. DE betekent, ik loop van D naar E. En als je van D naar E loopt, is het makkelijkst via A. Want je weet niet direct DE, die willen we juist berekenen. Dus dan ga je van D naar A en van A naar E. Dus dan zeg je DA plus AE. Oké, maar DA, dat is eigenlijk die vector A naar links gedraaid. Want dan heb je die vector hier naar boven, van O naar boven met lengte A. En dat is hetzelfde als deze vector. Hè? Dus dat is vector A naar links gedraaid. En AE, dat is deze, dat is eigenlijk gewoon die AB, maar dan naar rechts gedraaid. Dus dat is AB naar rechts gedraaid. Dus, nou, als je vector A naar links draait, dan krijg je gewoon 0A. Met andere woorden, A omhoog, dat hadden we ook verwacht. En als je AB naar rechts draait, dan moet je de kentallen omdraaien. Dus die C komt boven, die B min A komt beneden. Maar die B min A krijgt een minteken, dus dan wordt het A min B. Dus dan hebben we nu een uitdrukking voor vector CH. Dus bovenin een C en onderin een 2A min B. Ja, wat alleen jammer is dat ik nu mijn antwoord voor DE op de plek van de CH heb geschreven. Dat is een beetje dom van mij.
Dus ik haal die CH weg. Dit loopt nu door. En dan gaan we de CH gaan we hier doen. Oké. Okay. Jullie hebben dat vast allemaal al gezien. Maar nu is het gelukkig weer goed. Oké, okay, CH. Dan ga je eerst van C naar O. En dan van O naar H. Toch? Dus dat is CO. Plus OH. Maar CO is hetzelfde als die DA. Dus dat is die A naar links gedraaid. En OH, dat is vector B, maar dan ook naar links gedraaid. Dus dat is vector B naar links gedraaid. Oké, okay, nou, vector A naar links gedraaid wisten we al, het was 0A. En vector B naar links gedraaid, dan moest je de B, dat was deze, dan moet je de kentallen omdraaien en aan de bovenkant een min teken zetten. Dus dan krijg je min C en dan krijg je hier B. Dat tel je op, dus dan krijg je hier min C en hier A plus B. Oké, okay, nou, dat is leuk. Nu weten we dus DE, CH en die andere, die GF was al gegeven in de som. Dus nu moeten we die DE kwadraat, GF kwadraat, CH kwadraat uitrekenen, optellen en kijken of het gelijk is aan dit. Goed, dus DE kwadraat dan maar even. Dus de lengte van DE in het kwadraat. Dus de Pythagoras zonder de wortel. Dus dan krijg je een C kwadraat. En je krijgt een 2a min b in het kwadraat. Oké, okay, dus eventjes op volgorde van de a, de b en de c. We krijgen dus hier een 4a kwadraat. We krijgen een b kwadraat. We krijgen een c kwadraat. En dan krijgen we ook nog hier dat dubbele product. Min 4ab. Oké, okay, nou dan doen we die gf. Vector gf in het kwadraat. Nou, dus gf is hier gegeven. Dus die 2c in het kwadraat. Dat schrijven we gewoon maar even op dat we dat moeten doen. En we moeten ook die a min 2b in het kwadraat doen. Dus dan krijgen we op volgorde krijgen we a kwadraat plus 4b kwadraat plus 4c kwadraat min 4ab. Oké, okay. En de laatste is die ch. Dat is min c in het kwadraat, dat minteken gaat natuurlijk gewoon weg, plus a plus b in het kwadraat geeft een a kwadraat, een b kwadraat, een c kwadraat en een plus 2ab. Nou, als we deze sooi nou allemaal bij elkaar optellen, dan gebeurt er iets leuks. Je krijgt 6a kwadraten. En je krijgt ook 6b kwadraten. Je krijgt ook 6c kwadraten. En hier krijg je dan een min 6ab. En hey, dat is gelijk aan dit. Dus we hebben de stelling bewezen. Mooi. Oké, okay, bacteriën in het lab. Petrischalen worden in laboratoria. Oh, dat is de wiskunde A-vraag. Bla 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 bla. Oké, okay, niet relevant. In een laboratorium onderzoekt men hoe de groei van de bacteriesoort afhangt van de temperatuur. Daarbij gaat men uit van een formule van de vorm P is A keer T tot de B'de. Oeh, even opschrijven. Dus som, dat hoort bij som 8. P is constante keer T tot de B'de. P is het groeipercentage per uur en T de temperatuur in graden Celsius. Het blijkt dat bij 10 graden Celsius de groei 2% per uur is. Bij 20 graden Celsius is de groei 6% per uur. Bereken A en B in 3 decimalen nauwkeurig. Oké. Okay. Dus dan vullen we gewoon de gegevens in. En dan krijgen we een stelsel, denk ik. Dus A keer de temperatuur 10 tot de B'de is 2. En A keer de andere temperatuur tot de B'de is 6. Een stelsel. Nou, is niet echt mijn mooiste accolade. Ja, wat je kan doen is je kan dit door elkaar delen en dan valt de A weg. En dan krijg je eigenlijk hier, dan krijg je een 10 tot de B'de gedeeld door een 20 tot de B'de is 2 gedeeld door 6. Maar ja, die bovenkant en die onderkant van die breuk zijn allebei tot de B'de en dat is eigenlijk gewoon 10 gedeeld door 20 is een half. Dus eigenlijk staat hier een half tot de B'de is een derde. En dan kan je B uitrekenen met een half log 1 derde. Dus dat gaan we doen.
We hebben immers een log base. Hè. Het grondtal was een half. En de uitkomst die we willen was een derde. En dat is 1,5849 puntje, puntje, puntje. En we moesten het op 3 decimalen afronden. Dus voor ons eindantwoord geven we dit. Maar we rekenen even met deze verder. Want we willen die B, we willen die A ook nog weten. Hè? Maar ja, kijk. A is gewoon 2 gedeeld door 10 tot de B'de. En die B, dat was die 1,5849. Dus 1,5849 puntje, puntje. Oké. Dus dat toetsen we in. 2 gedeeld door shift log 10 tot de macht. Hè? En dan ans. Dan hebben we geen afrondfouten. En dan kom je uit op 0,052. Dus dat zijn onze A en onze B. En ze zijn 3 decimaal nauwkeurig. Dat was wat ze van ons wilden. Nou, om te voorkomen dat je vastloopt bij som 9, als je som 8 niet hebt, geven ze hier een nieuwe formule. En ze zeggen van het is verplicht om die te gebruiken. Ook als je hier die 3 decimaal is natuurlijk nauwkeuriger. Maar als iedereen deze formule gebruikt, kijkt het een stuk makkelijker na, zeg maar. Oké, 9. Zeggen berekenen in 1 decimaal nauwkeurig de temperatuur waarbij de verdubbelingstijd van het aantal bacteriën 10 uur is. Oké. Nou, die P was het groeipercentage per uur. Dus we moeten eerst maar eens eventjes, als de verdubbelingstijd 10 uur is, wat is dan het groeipercentage per uur? Nou, als je 10 keer de groeifactor achter elkaar doet, is het een verdubbeling. Dus de groeifactor is eigenlijk de 10e machtse wortel van 2. Of 2 tot de 1/10. Dus dat rekenen we even uit. De 10e machts wortel van 2. Dat is 0,07177 nog wat. Bla bla bla. En het groeipercentage wat hierbij hoort is een groeifactor. Moet je nog even een percentage van maken. Is 7,17 nog wat. Procent. Oké, dus nu willen we dat 7,17 puntje puntje procent gelijk is aan 0,05 keer t tot de macht 1,6. Dus ja, dan deel je door 0,05 en dan trek je de 1,6 de machtse wortel. Dus dan krijg je t is 7,17 puntje, 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 gedeeld door 0,05 tot de macht 1 gedeeld door 1,6 of de 1,6 de machtse wortel. Dus dat toetsen we in. Dus we willen het natuurlijk even zonder afrondfouten hebben. We trekken er 1 van af, doen we keer 100. Dan hebben we onze 7,177 nog wat. Delen door 0,05. En dan moeten we hier nog tot de macht 1 gedeeld door 1,6 doen. Wat is dat? Dat is 22,29. Dat moest op 1 decimaal. Dus 22,3 graden Celsius. Oké, dat was de wiskunde A-som. Hopelijk is het niet afgelopen. Limietkrommen van snijpunten. Gegeven is de familie van lijnen. Lijn met als parameter P geeft I is PX plus een half 1 min P kwadraat. Ja, dus de richtingscoëfficiënt is P en de snijpunt met de I als is een of andere waarding. In de onderstaande figuur is die lijn getekend voor een aantal waarden voor P. Dat ziet er wel mooi uit. Het lijkt wel alsof het een of andere kromme is. Nou, dat staat er ook. Het lijkt erop dat deze lijnen een mooie kromme vormen. Om deze kromme te vinden, gaan we eerst kijken naar het snijpunt van 2 van deze lijnen. We noemen SP, Q het snijpunt van LP en LQ, waarbij P is ongelijk aan Q. Toon aan dat het snijpunt bla 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 is. Oké. Dus dan moeten we nog even kijken naar die formule. Dus we hebben de LP, dat is I is PX plus een half keer 1 min P kwadraat. En de LQ is gewoon hetzelfde, maar dan met Q in plaats van P. Dus QX plus een half 1 min Q kwadraat. En die lijnen moeten we met elkaar snijden. Nou ja, ze staan allebei in de vorm I is, dus... Je kunt ze gewoon gelijkstellen. Hè? Dan zeg je gewoon nou, qx plus een half 1 min q kwadraat.
is gelijk aan px plus een half 1 min p kwadraat. Dat is een p. Dus dan brengen we de px aan de andere kant en dan halen we de x buiten haakjes. Dus dan krijg je q min p keer x. En dan hebben we hier nog over een half min een half p kwadraat. De haakjes even uitgewerkt. En dat doen we hier ook. Dan krijg je min een half plus een half q kwadraat. Aha, dus die halve die vallen tegen elkaar weg. Dus dan hou je hier over een half q kwadraat min p kwadraat. Maar q kwadraat min p kwadraat, dat is een merkwaardig product. Hè? Dat kun je ook schrijven als q min p keer q plus p. We hadden aangenomen dat q en p niet gelijk waren aan elkaar. Dus q min p is ongelijk 0, dus dan mag je door delen. Dus dan krijg je x is een half q plus p, maar de toets schrijft dat als p plus q, dus ik noem even p plus q. De x-coördinaat van het snijpunt. Heb ik dat inderdaad hetzelfde? Ja, een half p plus q, zie je dat? En nu dat y-coördinaat nog berekenen. Nou, dat doe je door de x in te vullen in één van de twee formules. Dus laten we de bovenste doen. Dus dan krijg je p keer een half p plus q plus een half 1 min p kwadraat. Dus dan krijg je hier een half p kwadraat en je krijgt een half pq en je krijgt een half met deze en je krijgt een min een half p kwadraat. Dus de half p kwadraat en de min half p kwadraat vallen weg en wat je overhoudt hier, dat is je half pq plus een half. En dat is dan die i en dat is ook hun i, zie je dat? Dus dat is het snijpunt van die twee lijnen. En dan zeggen ze, we kunnen de punten van de komma vinden door de snijpunten te bekijken in het geval limiet q naar p. Kijk, hier konden we q niet gelijk kiezen aan p, want we moesten delen door die q min p. Maar in het antwoord wat we krijgen voor x en y, daar gebeurt geen ongeluk als we q naar p laten gaan. Dus volgens mij willen ze gewoon dat je zegt van, x is de limiet van q gaat naar p van een half q plus p. P plus q eigenlijk, ja, hadden ze gezegd, p plus q. Nou, als q naar p gaat, dan staat hier gewoon een half keer 2p, dat is p. En datzelfde kun je ook doen met i, dan zeg je i is de limiet van q gaat naar p van een half p keer q plus een half. En dat is dus gewoon een half p kwadraat plus een half. Maar p, dat was x, dus er staat hier eigenlijk gewoon een half x kwadraat plus een half. Inderdaad, die kom die je krijgt is gewoon deze mooie parabool. Dat is leuk. En het staat hier ook, hè. Ki is een half x kwadraat plus een half. Som 12 dan. Toon aan dat LP en K elkaar raken voor alle waarden van P. Dat is dus een soort lijn die zo de hele tijd die parabool zo knuffelt eigenlijk. Ik heb dit geleerd met, dan moet fx is gx zijn. En de afgeleide van f moet gelijk zijn aan de afgeleide van g. Maar ze hebben hier niet de functienotatie gebruikt in de som, dus die introduceren we even. Dan zeggen we, fx is een half x kwadraat plus een half. Dat is onze kromme. En gx, die heeft als parameter p. Dat was, wat was het ook alweer? Px plus, even kijken maar. Een half 1 min p kwadraat. Een half 1 min p kwadraat. Dus die g die heeft dan nog een p'tje eraan hangen. Dus hier krijg je als vergelijking een half x kwadraat plus een half is gelijk aan px plus een half keer 1 min p kwadraat. Een smerige kwadratische vergelijking.
En hier krijg je die afgeleide. Dus dan krijg je een half x-kwadraat plus een half. De afgeleide van is gewoon x. Dus x. En de afgeleide van dit ding is gewoon p. Oké. Dus uit deze vergelijking volgt dat x gelijk moet zijn aan p. En het enige wat we even moeten controleren is dat als ik dan hier voor x die p invul, dat het dan goed gaat. En dan weten we dat ze dezelfde richtingscoëfficiënten hebben en dat ze door hetzelfde punt gaan en dan raken ze. Dus als ik voor x p invul, dan staat hier een half p kwadraat plus een half. Als ik hier voor x p invul, dan staat er p kwadraat. Ja, p keer p is p kwadraat inderdaad. Even kijken. P kwadraat plus een half min een half p kwadraat. Ah, maar p kwadraat min een half p kwadraat is een half p kwadraat. Dus inderdaad, dezelfde richtingscoëfficiënten gaan op hetzelfde punt. Dus ze raken. Ja. Oké, mooi. Nou, wat hebben we nog meer? De sinusregel. Oh, dat is leuk, de sinusregel. Die ken je vast nog wel. Gegeven is driehoek ABC. Zie onderstaande figuur. In het geval dat A, B en gamma gegeven zijn, is het mogelijk om alfa te berekenen met de sinusregel. Uit de sinusregel volgt dat bla bla bla. Toon dit aan. Oké. Wat was ook weer de sinusregel? De sinusregel was volgens mij gewoon A gedeeld door de sinus van alfa. Is B gedeeld door de sinus van beta. En C gedeeld door de sinus van gamma. Hè? En die beta die komt helemaal niet in het verhaal voor. Maar de B wel. Oké. ze hebben hier die B. Dus dat betekent dat die 180 graden min alfa min gamma. Dat zou dan die beta moeten zijn. Maar dat is waar. Want alfa plus beta plus gamma is 180 graden. Hè, dat is vanwege hoekensom driehoek. Dus inderdaad, beta is 180 graden min alfa min gamma. Dus dat kun je dan substitueren. En die laatste die vergeten we, die heeft er niks mee te maken. Dus dan krijg je A gedeeld door de sinus van alfa is B gedeeld door de sinus van 180 graden min alfa min gamma. En dat is wat we moesten aantonen hier, zie je dat? Toon dit aan. Oké. De formule kan worden omgeschreven naar de vorm tangens alfa is bla bla bla. Toon dit aan. Oké, nou, even een nieuw plekje op het bord zoeken. Even kijken, dus. We hebben de formule A gedeeld door sinus alfa is gelijk aan B gedeeld door de sinus van 180 graden min alfa en gamma bij elkaar. Dus eigenlijk is het gewoon dit. Zo. Oké, nou, van de sinus. Wat gebeurt er als je 180 graden min iets doet in de sinus? Dan spiegel je in de y-as. Dan blijft de y-coördinaat hetzelfde. Dus deze, dat onderste ding, is eigenlijk gewoon de sinus van alfa plus gamma. Die 180 min, die doet niks. Het blijft gewoon alfa plus gamma. Dus dat kunnen we dan kruisingsmenigvuldigen. Dan zeg je, nou, b keer de sinus van alfa. Die is opnieuw proberen op te schrijven. B keer de sinus van alfa is A keer de sinus van alfa plus gamma. En dit moeten we los gaan halen. En gelukkig hebben we een formuleblad. Even kijken. Hier. De sinus van t plus u is de sinus van t plus de cosinus keer de cosinus van u plus de cosinus van t keer de sinus van u. Oké, dat kunnen we hier toepassen. Oké. Dus dan krijg je A keer de sinus van alfa keer de cosinus van gamma plus de cosinus van alfa keer de sinus van gamma. Oké. Nou, en dan willen ze iets hebben met tangens van alfa. En de tangens, even kijken wat was tangens ook alweer. De tangens van alfa is de sinus van alfa gedeeld door de cosinus van alfa.
Dus als we dit nou eens allemaal gaan delen door de cosinus van alfa. Dus die en die en die. Wat krijg je dan? Nou, dan krijg je dus b keer de tangens van alfa. En dan krijg je de sinus van alfa gedeeld door cosinus alfa is ook tangens van alfa. Dus dan krijg je a keer de tangens van alfa keer de cosinus van gamma. En dan heb je hier de cosinus van alfa gedeeld door de cosinus van alfa. Maar dat is 1. Dus dan krijg je hier a, die had er buiten haak staan, dan krijg je hier de sinus van gamma. Oké, nou, ze willen tangens van alfa is. Dus dan gaan we die haakjes even uitwerken. En dan brengen we alles met een tangens alfa brengen we naar de andere kant. Dus dan krijgen we hier b keer tangens alfa min a keer de tangens van alfa keer de cosinus van gamma. Oké, en dan aan de andere kant krijgen we a keer de sinus van gamma. Nou, dan kunnen we die tangens alfa buiten haakjes brengen. Dus dan heb je weer b min a keer de cosinus van gamma keer de tangens van alfa is gelijk aan a keer de sinus van gamma. En dan delen we nog eventjes door deze rommel. Dus dan krijg je hier de tangens van alfa is a keer de sinus van gamma gedeeld door b min a keer de cosinus van gamma. Dat hebben zij ook. Nou, dat is mooi. Oké, som 15. Bij som 15 zeggen ze a is 5, b is 4, de sinus van gamma is 4 vijfde en gamma is groter dan 90 graden. Bereken de tangens van alfa. Exact. Oh, exact. Oké, dus we weten de a, we weten de b, we weten de sinus van gamma, maar de cosinus van gamma moeten we ook weten. Maar gelukkig weten wij dat sinus in het kwadraat van gamma plus de cosinus in het kwadraat van gamma gelijk is aan 1. En de sinus weten we, dus sinus kwadraat is 4 vijfde in het kwadraat plus cosinus kwadraat gamma is 1. Dus cosinus kwadraat gamma is 1 min 4 vijfde in het kwadraat. Hè? 4 vijfde in het kwadraat is 16 vijfentwintigste in het kwadraat. 1 is 25 vijfentwintigste in het kwadraat, dus dit wordt gewoon 9 vijfentwintigste. Ik zei in het kwadraat, maar dat was niet zo. Het was al 9,25. Dus, en nu kunnen we de cosinus berekenen met de borteltocht. Dus cosinus gamma is plus of min. Ze hebben allebei een mooie wortel. Plus of min 3 vijfde. Maar welke is het? In de som staat de gamma groter is dan 90 graden. De gamma groter is dan 90 graden. Zit je x-coördinaat, is je x-coördinaat negatief. Dus dan moet je die hebben met de min. Dus gamma is groter dan 90 graden. Dus de cosinus van gamma is min 3,50. Oké, ik denk dat het wel een beetje een instinker is voor veel mensen. Oké, nu kunnen we de tangens van alfa berekenen, want we weten alles. Tangens van alfa is, vullen we gewoon die formule in. A was 5, dus 5 keer de sinus van gamma, dus dat was 5 keer 4,50. Gedeeld door B, dat was 4, min A. Keer min 3,50. Oké, dus boven krijg je gewoon 4. En onder krijg je 4 plus 3. En dat is 4 zevende. Oké, nou, dat is leuk. Mooie exacte waarde voor de tangens. Oké, nou. Het zal wel bijna afgelopen zijn. Toepassing. Maximum doorrijhoogte. De tunnels wordt aangegeven wat de maximale doorrijhoogte is. Als je voertuig hoger is dan aangegeven maximale hoogte, kan dat leiden tot problemen zoals te zien is op de onderstaande foto. Ja, je ziet een vrachtwagen, die is een beetje tegen de tunnel aangekomen. In deze som onderzoeken we de maximale doorrijhoogte door middel van een wiskundig model, waarin de weg bestaat uit een lijn met een knik in de oorsprong. En het voertuig wordt weergegeven door een rechthoek die met twee hoekpunten de weg volgt. Oké, nou een heel bla bla.
Even kijken hoor. Schematische weergave. De voertuig rijdt de tunnel in van links naar rechts. De helling die naar de tunnel leidt is de lijn vanuit de oorsprong het richtingscode en vierde. Ja. Ik denk dat we zo ook even het plaatje moeten kijken. Het dak van de tunnel dat zit bij min 4,4 en is evenwijdig met de x-as. De rechthoek PQR zit het voertuig. Oh ja, want het was een rechthoek. Punt P beweegt over de negatieve x-as en punt Q beweegt over de helling naar de oorsprong toe. Zijde PQ is 10. Zijde PS is de hoogte H van het voertuig. Punt Q accent is de loodrechte projectie van Q op de x-as. Lijn N gaat door P en Q. De lengte van PO noemen we P. Met P tussen 0 en 10. Oké, dus dan hoeven we niet door de knik heen met onze auto, met ons voertuig. En de lengte van OQ accent noemen we Q. Goed, nou wordt het iets duidelijker als we hier het plaatje bij hebben. Oké, dus dit is het voertuig. Hier heb je de weg in de tunnel, zeg maar. Hier heb je dan de helling. En dat voertuig zit eerst dan helemaal op die helling met P in de oorsprong. En dan gaat P lopen en Q wordt dan ervan meegetrokken. En hier zie je dan het dakje van die tunnel. Ja, dan moet je een beetje uit de buurt blijven. En dan zeggen ze een vergelijking van lijn N. Dat is de lijn door P en Q is Q keer X min wortel 1600 min Q kwadraat keer I plus Q keer Q min een vierde 1600 min Q kwadraat wortel. Oké, toon dit aan. Toon dit aan. Er is wel een heleboel toon aan in dit examen. Oké, dan hoe toon je aan dat de vergelijking van de lijn klopt? Je kan hem afleiden, maar je kan ook gewoon twee punten invullen. Als die twee punten allebei voldoen aan de vergelijking, dan weet je zeker dat het de vergelijking is van die lijn. Dus eigenlijk willen we die punten P en Q weten. Nou, punt P is min P, 0. P was een positief getal, dat was de afstand tussen P en O. Dus de coördinaat van P is daadwerkelijk min P. En Q... de x-coördinaat van Q is gewoon Q. En de y-coördinaat van Q. Deze lijn had richtingscoëfficiënt 1 vierde. Dus als dit Q is, is dit stukje 1 vierde Q. Dus het punt Q kunnen we alvast invullen en kijken of het werkt. Dus die vergelijking van N, die luidt Q keer x min wortel 1600 min Q-kwadraat keer I. Dus... we gaan het nog niet invullen. Even overschrijven. We gaan het straks invullen. Is gelijk aan Q keer Q min een vierde keer de wortel van 1600 min Q kwadraat. Oké. Nou, dan vullen we voor X vullen we Q in. En voor Y vullen we 1 vierde Q in. En wat gebeurt er dan? Nou, dan krijg je dus Q kwadraat min... wortel 1600 min Q kwadraat keer 1 vierde Q. Oké, nou en dan kan je die Q buiten haakjes halen. En als je dat doet, dan krijg je eigenlijk gewoon dit. Dus inderdaad, Q ligt op de lijn. Q ligt op N. Dat is mooi, op de vergelijking die gegeven was. Maar ja, dat moeten we dan ook doen met punt P. En die P, daar weten we verder niet zoveel van. Maar... die P en die Q zitten natuurlijk wel aan elkaar vast met die 10. Dus wat je zou kunnen doen is even een schetsje maken van deze driehoek. P, Q accent, Q. Dit stukje dat was P, dit stukje was Q. Dus dit stukje samen is P plus Q. En dit stukje dat was een vierde Q. En dit was 10. Dus als we nu Pythagoras gaan opschrijven, dan krijgen we P, tweede keer Pythagoras volgens mij, P plus Q in het kwadraat plus een vierde keer Q. Dit moet ook in het kwadraat. Dit is 100. Dus P plus Q kwadraat is 100 min een 16e Q kwadraat. Oh, dat kwadraat moet buiten de haakjes staan, hè? Zo. Ja, nu kunnen we de wortel trekken. En dan weten we P plus Q. Dus dan P plus Q is de wortel van deze bagger. En dat betekent dat als ik P
wil weten, dan hoef ik alleen die Q nog naar de andere kant te brengen. Dus dan zeg ik, dat is de wortel van 100 min een 16e Q kwadraat min Q. Oké. Okay. ja. En laten we die 1 16e er nog even uithalen. Dus als we nou de binnenkant van de wortel even keer 16 doen en de buitenkant keer een vierde, dan werkt dat, hè. Dus dan krijg je hier een vierde keer de wortel van 1600 min Q kwadraat min Q. Die wortel is klaar, hè? Want die 1 vierde in het kwadraat is 1 16e. Als je een 1 16e keer die doet, is het 100. Als je 1 16e keer die doet, krijg je 1 16e Q kwadraat. Dus dit is je P. En de I die hoort bij P is gewoon 0. Dus misschien kunnen we dit ook wel gewoon invullen in die vergelijking. Dus we gaan nu de x-coördinaat van P invullen en voor I vullen we 0 in. Dus dan krijg je dus Q keer 1 vierde keer de wortel van 1600 min Q kwadraat min Q is gelijk aan dat uiteinde van die vergelijking Q. Oh, het is hetzelfde. Q min 1 vierde wortel 1600 min Q kwadraat. Is dat hetzelfde? Nee, want we moesten hier min P invullen. Weet je nog? Min P. Dat hadden we hier opgeschreven. Hier, min P, 0. Dus, nou, nu is die wel hetzelfde. Dus heb je die Q keer die Q, dat is deze. En je hebt Q keer min een vierde wortel 1600 min Q kwadraat. Dus die. Dus inderdaad, P ligt er ook op. Ja, dus de formule klopt. Hè? Oké, nou, de waarde van H, waarbij de auto net de tunnel raakt, kan worden berekend door de minimale afstand te berekenen van punt T tot lijn N. Bereken de waarde van H, waarbij de auto net de tunnel raakt, rondaf op 5 decimalen. Oké, wacht eventjes, afstand, minimale afstand, punt tot lijn. Voor de afstand van punt tot lijn hebben we een formule, toch? Hoe zat het ook alweer? Even kijken. Dus, als je een lijn hebt, laten we zeggen lijn N, die heeft als vergelijking AX plus BI is C. En ik heb een punt, laten we zeggen punt T, met een X-coördinaat en een Y-coördinaat. Hoe bereken je dan de afstand tussen dat punt T en die lijn N? Nou, dat was de absolute waarde van AX plus BI min C. En dan hebben we hier de wortel van a kwadraat plus b kwadraat. Nou, we weten die vergelijking, we weten dat punt. Punt t, dat was namelijk dit punt hier, dat was die min 4,4 volgens mij. Kijken. Hier, min 4,4. Ja. En dat is de vergelijking. Dus dan moeten we doen q keer min 4, min wortel 1600, min q kwadraat, keer 4, min deze bagger. Tussen absolute waardestrepen. Dus dan krijg je dus min 4q. Min wortel 1600, min q kwadraat, keer i. Maar dat was 4, plus 4. Min die c, en dat was q keer q min een vierde keer de wortel van 1600 min q kwadraat. Absolute waarde, deel door. En dan moet je die coëfficiënten moet je kwadrateren en optellen en dan weer de wortel trekken. Dus dus dan krijg je hier q kwadraat plus en dan die wortel. Oh, ja, als je hier in het kwadraat doet, dan gaat hij natuurlijk gewoon de wortel weg. Oh, oké, zie je dat? Q kwadraat min q kwadraat is 0. En wortel 1600, dat is 40 volgens mij. Kijken, 40. Oké, en dit moet minimaal zijn. Minimaal. En dit is inderdaad 40, de onderkant. Nou, er staat niet in de som dat het exact moet voor de verandering. Dus als we het minimum willen weten van dit ding, dan gaan we het gewoon in de rekenmachine invullen. Dan zeggen we, nou, oké, I1 is min, absolute waarde, min 4.
x. Als er min uitkomt, dan zoek ik opeens een maximum. Dus laten we gewoon netjes de absolute waardestrepen overnemen. Min 4 keer de wortel van 1600 min x kwadraat. Min x keer x min een vierde keer de wortel van 1600 min x kwadraat. En dan de absolute waarde van die gedeeld door 40. Dat maakt natuurlijk... Ja, maakt wel uit, want we willen uiteindelijk ook weten wat die h is. Dus laten we die gedeeld door 40 maar gewoon invullen. Oké, nou, komt die. Dus deze zooi eruit. En dan maken we een deling, een absolute waarde. En dan komt die. Min 4x min 4 keer de wortel van 1600 min x kwadraat. Min x keer x min een vierde keer de wortel van 1600 min x kwadraat. Oké. En dan is de absolute waarde klaar. En dan moeten we nog een haakje zo voor die wortel. Zo, ja. Gedeeld door 40. Oké. Nou, laten we x lopen van 0 tot 10. Dat is die q. Q is natuurlijk net iets minder dan 10 maximaal, omdat het op een helling staat. En die hoogte, ja, dat zal toch iets in de buurt zijn van de 0 en de 4. Dus laten we kijken hoe dit eruit ziet. Oké, dus de hoogte neemt af op een gegeven moment en dan neemt het weer toe. En dus als je auto hoger is dan het minimum, dan kom je duidelijk tegen het dak van die tunnel aan. En dat willen we niet. Dus laten we even kijken. Second trace. En dan gaan we intersecten. Nee, niet intersecten. We gaan het minimum berekenen. Ga weg. Minimum. Zo. En dan moeten we links van het minimum gaan staan. En rechts van het minimum gaan staan. En dan zeggen we... calc... Moet je opschrijven, hè? Calc minimum geeft. Nou, de x maakt niet zelf uit, gaat om de i. I is 3,7655. Hoe moest het? 5 decimalen? 555. Dus maximale hoogte van de auto. Hè? Ik zou er ietsje onder gaan zitten, eigenlijk, hè? In werkelijkheid natuurlijk. Maximale hoogte is 3,76555. Dat is opvallend, want die tunnel was 4 hoog. Maar omdat je die helling hebt, moet je auto 10 meter lang is, moet die hoogte dus wat lager zijn dan 4. En als je auto 20 meter lang is, dan moet die misschien nog wel een extra stuk kleiner zijn dan die 4. Dus dat is best wel een interessante som. Oké, nou, dan sluiten we nog even af. Ik hoop dat jullie het goed gemaakt hebben. En dan zeggen we dankjewel voor de aandacht. Tot de volgende keer. Dag. Dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen snel die huil. Pieter maakt je huiswerk. Hij kan zien als je het onverschrijft. Hij kan zien als je het onverschrijft. Meneer Snel broer, ja dat is een feit. HBO of universiteit. Meneer Snel die zorgt dat jij bereikt. Tienen halen, je zal niet gaan vallen. Deze les is gratis, je gaat niet betalen. Om meneer Snel valt niet te haten. Vertel je moeder of vertel je vader. Ja, dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen snel die huil. Pieter maakt je huiswerk. Hij kan zien als je het onverschrijft.